Stichting Ypsilon Suriname heeft afgelopen maandag een gespreksavond georganiseerd met als thema wat betekent herstel voor cliënten in de psychiatrie. De inleider was Ingeborg Seggen. Zij was 30 jaar terug ook opgenomen op de afdeling psychiatrie en deelde haar ervaringen met de aanwezigen. Seggen benadrukt dat de eerste stap naar herstel is erkenning dat je een aandoening hebt. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt de medicatie blijft gebruiken. Wat mij ook allemaal geholpen heeft bij herstel, dat is de steun van mijn kinderen en mijn familie, vrienden en natuurlijk therapie trouw zijn, je medicatie op tijd gebruiken. Dat heeft mij dus allemaal geholpen bij herstel. Zoals u uit de verhalen van de mensen van de voorgaande leden gehoord heeft. We proberen dus de nadruk, het accent niet te leggen op onze aandoening, maar op ons herstel. We weten dat we een aandoening hebben, maar we leggen de focus niet daarop. We leggen de focus op ons herstel. We kijken niet meer naar waar we toen waren, maar we kijken naar waar we nu zijn en wat we nog kunnen doen. En van daaruit gaan we dan verder. Herstel is niet hetzelfde als genezen. Je kan bij herstel kan je toch nog symptomen hebben, klachten hebben. Maar herstellen betekent dat je leert omgaan met deze klachten en je kwetsbaarheid. Seggen geeft verder aan dat patiënten moeten proberen om hun ervaringen om te zetten in iets positiefs. Op die manier kunnen zij ook andere cliënten helpen. Als ze zien hoe jij... dat het goed gaat met je, dat je functioneert, dat je bijvoorbeeld als aangepaste medewerker kan werken of ergens anders werkt, dan stimuleert dat hun ook om hun best te doen. En dan is dat dus een push voor hun. En belangrijk? Doe aan beweging. Het kan zijn sporten, fietsen, wandelen, noem maar op. Maar beweging is dus heel goed bij psychische aandoeningen. En het is bewezen dat bijvoorbeeld lopen heel goed is tegen depressie. Dus probeer regelmatig aan beweging te doen. Verder is een goede gezonde voeding daarbij ook belangrijk. Het is heel belangrijk voor lichaam en geest. Wat mij dus ook geholpen heeft bij herstel, zoals ik al zei, de steun van mijn familie, therapie trouw zijn, spiritualiteit is dus ook voor mij een hulp geweest. Kijk wat jou helpt. Kijk wat voor jou is, kijk wat bij jou past en probeer dat dus te gebruiken en vast te houden om te herstellen. Ingeborg Seggen, inleider op de gespreksavond van Stichting Ypsilon Suriname. Het thema was, wat betekent herstel voor cliënten in de psychiatrie? De gespreksavond is gehouden in de conferentiezaal van het Psychiatrisch Centrum Suriname.